Soul-invloeden, zeg maar, uit Amerika en Europees en dan binnengekomen en weet ik veel wat het allemaal, ik begreep er niks van. En nu zie ik in één keer weer jongens bij elkaar zitten, maar wat zijn jullie dan? Want ik heb er niet zoveel verstand van. Wij doen de Scorpions, maar dus niet de oude Scorpions, maar dus de nieuwe Scorpions. Ja, want ja, dat is waar, want de oude is van Josephine. Ja, zoiets, how ja. Do you ja, do? Ja, ja. Ja. En dat is het niet. Dat is het dus niet. En wat het is dat dan voor soort muziek? Hetgeen wat wij spelen, dat valt eigenlijk onder het noemer hardrock. Maar wij spelen van de Scorpions dus een heel bekende ballad. En dat is soft rock. En dat is, nou, het is wel hardrock, maar het is zo mooi langzaam gezongen dat ik vind het eigenlijk niet onder de noemer hardrock passen. Zie je, daar gaan we weer. Ja, als ze uitgelegd wat precies wat, ja, en, wat muziek het is, dan het ben is ik het normaal kwijt, gesproken he? Is het voor mij ook het, weet ik ja. Het ook al meer, want nou, je op hebt zulke momenten heb ik metal altijd James bij me, dat weet je. Dan ja. Vraag ik even of James wat heeft, want dat is goed dat hij intelligente vraag heeft, James. Die nu James noemt, maar hij heet eigenlijk Jozef. Is uw kapper ernstig ziek? net op tijd. Ik weet niet aan wie je het vroeg, ik heb een vermoeden, maar daar laat ik niet over uit. Nou, zijn jullie in werkelijkheid ook een band? Misschien is dat ja, ook niet te vertellen. Ja, ja, maar wij zijn dus niet eigenlijk een hardrockband. Wij spelen dus normaal gesproken het grootste deel symfonische rock. Nou, wie symfonisch, zie je? Dat ja. Is dus Trant, Yes, Genesis, als je dat misschien beter begrijpt, of Marillion, of... Ja, het is veel beter, begrijp ik dat. Okay. Dat kun je ook aan me zien. Hey, maar jullie hebben allemaal een microfoontje. Was dat ja. Nou alleen om even dag te zeggen? Want hij neemt het hele... misschien dat je ook nog wat kan zeggen, of niet? Ja. Misschien... Zijn baard moet eraf. Zijn baard moet eraf? Ja. Voor in de show. Vind je het jammer? Ja, mijn vrouw meer. Mijn vrouw vindt dat wel erg, ja. Oh, vaak vinden vrouwen dat juist zo kriebel. Hey, en moet er bij jou wat af nog? Nee, nee, niks af. Jij gaat er zo in? Ja, ik ga er zo in. En dat is symfonisch rock genoeg? Ja hoor. Oh. Ja? Ja, zeker. Zit er een beetje netjes bij. Nog meer, wel, nog wel. Heb je meer verstand van verzekeringen, hè? En jij? Helemaal goed zo. Ja, ja, is al een beetje hard rock symfonisch. En jij? Nou, mijn haar is een beetje aan de korte kant, maar... Ja, maar wordt we, iets we hebben misschien toch wel een pruik of iets... Een wereldgitarist is dit. Nou, oh. Wereldgitarist. Ja, ander onderwerp. Want laat ik dat mag ik best eens zeggen, dames en heren. We hebben mensen achter de schermen die zo fantastisch kunnen sminken met pruiken. Als ze het nu horen, vinden ze het leuk om te horen. Dan mag u best eens een applausje voor geven, ja? Heel goed. Caroline naar Meiden. Perfect. Zullen we naar de deur gaan? Ja. De deur naar succes. Wie weet, hè? Het zou toch leuk zijn voor jullie uit Hulst. Toch een eindje rijden hier naartoe. Veel succes, dames en heren. De Scorpions! Yeah.
baby, try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Dark, I love within each other. We, I will be there. I will be there. De Scorpions. Kom maar bij, jongens. En dan te bedenken dat de mensen hier in de studio niet mogen roken in verband met brandgevaar. En nu begrijp ik ook waarom je die pet op hebt. Want ja, als dat op je kop komt, dan is het gebeurd natuurlijk. Barry, even als eerst. Ja, wat ik weet van de groep The Scorpions is dat met dit nummer, Still Loving You, is dat er een bepaald soort spanning in dat nummer zit, omdat het een heavy metal rock group is en juist een soort contrast is dit om zo'n nummer te zingen. Dat er, door dat hele nummer heen zit de, dat soort gedrevenheid van een gehele spanning in het geheel. Symfonisch. Jij hebt zo'n waanzinnige geestige uitstraling en zoveel gevoel voor humor. En dat komt zo sterk op mij af. Dus die tweeslachtigheid van dit heb ik zelf een beetje moeite mee, maar ik vind dat je stem ontzettend goed is. Heel helder en heel positief. Margriet, jarenlang altijd getoerd met bandjes. Gaat je hart open dicht, want je geeft nu les op school. Nou, dit soort stemmen zijn uniek. Ik begrijp, technisch gezien, weet ik niet waar mensen dat geluid vandaan halen. Het is hartstikke hoog. Ja. En prachtig. Ja, dankjewel. Dankjewel, jury. Dankjewel, Scorpions. En dames en heren, wij gaan verder met de danswedstrijd. Dans Entertainment at Mansveld uit Broek en Waterland. Daar wordt ook fantastisch gedanst in Broek en Waterland. Ze doen het nummer Bye Bye Blackbird.